Ja. Dus zo al. En waarom worden dan bijvoorbeeld na het racen gelijk de banden eraf gehaald? Dit is vet om te zien, hé. Het is weer eens tijd, dames en heren, voor een dagje op het circuit. En dit keer weer helemaal in het noorden. In Assen, TT Assen zijn we weer beland. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. We zijn onderweg naar de welbekende tunnel bij Assen waar we naar binnen moeten. Even de raampjes dicht voor de drukte, denk ik. Want ik zie... auto op slot. Ja, die staat hier automatisch. Het is weer een circuitdag, maar wel eentje die we nog nooit gehad hebben. Laat ik het zo zeggen. Een hele unieke ervaring gaan we vandaag meemaken. Dus we gaan weer zien wat de dag brengt. Met die chopper. Yes, dankjewel. Chopper, er landt gewoon even een helikopter net recht voor onze neus. Lijp. Fucking dit. Zo, dit is een van de drukste circuitdagen die ik ooit gezien heb. Jezus Christus. Wow, wat is het druk. Hi, goedemorgen. Hey, groene vraag, ik ben op de hoogte. Groene vraag. Dankjewel. Dankjewel. Dit is echt die tunnel waar iedereen altijd zijn bumper schaaft, joh. Ja. Hoi. Goedemorgen. Hoe is die? Ja, goed man, ja. Kijk dan, we hebben om ons heen beveiliging lopen en drie voor ons. En Dennis. En Dennis. Mensen drukte. Ja, jullie filmen ons, wij filmen jullie. Oké, okay, daar zijn we op het circuit. We moeten bij deze pitbox blijven hangen, 5 en 4. Oké, jij moet mij helpen filmen. Ja. Ik moet proeven. In de auto! Oh. Jij moet me even helpen! Ja. Jezus! Ik moet er wel van klein af. Ja, is goed. Ik heb mijn racepak meegenomen en ik heb mijn helm meegenomen. Dat is eigenlijk van de Time Attack natuurlijk. Kijk, Joël's auto staat hier ook. Er wordt ook meegereden. Joël is er zelf niet. Ja, die komt er zo aan. Oh, hij komt er zo aan? Ja. Toch? Nou, gezellig. Eerst maar even mijn racepak aantrekken. Wow, dat is ook heel officieel allemaal, jongen. Echt helemaal teams erbij, want die dingen krijgen natuurlijk niet zomaar aan. Helemaal speciale start en zo. Gisteren race er ook al mee, maar toen was er regen. Dus we hebben echt ziek geluk dat het vandaag zo lekker weer is. Ik heb net ook een document moeten tekenen van als je crasht. Wat je ook hebt dan, niet onze verantwoordelijkheid. Wat ook best wel logisch is, we kiezen zelf voor om in te stappen. Alleen, het is natuurlijk wel logisch dat je zo'n wave moet tekenen. Ja, daar is hij weer. Ah, oh, hij heeft een tijdje in de tas gezeten. Dit is dus jongens, zo'n unieke ervaring. Want als je al in een formule auto mag rijden, is het vet. Want ze maken altijd één zitten, maar laat staan twee zitten. Dat is echt super uniek en gaaf dat dit gewoon kan. Ik denk dat ik helemaal strak vanuit mijn linker straks uit de wagen kom, dat ik gewoon... Ik weet het niet, ik zie het wel. Ik krijg GoPro's mee, ook gewoon met de zoomlens langs de lijn staan. Oké, jongens, ik ben helemaal in outfit. Ik hoop dat jullie me kunnen horen. Kun jij even wat uitleggen over die Formule 1 auto dan, Dennis? Ja, tuurlijk. Okay. Ja, hij moet vast. Hij moet even, ja. Hey. Hallo. Kijk, ze zijn iets beter hoorbaar. Dan kun je ook meenemen naar de auto waar jij mee gaat rijden. Ja, is goed. Nou, we gaan deze nu starten. We gaan nu al starten. Oh, ze gaan nu starten. Dat is de startmotor. Besef dat, een externe startmotor. Woe! Hij kan het!
Ik wist helemaal niet dat dat kon. Nee, deze is speciaal aangepast eigenlijk om demo runs te kunnen. Oh. En Don, vind je ervan? Ja, vind het. Kijk, ik kan echt gewoon niks. Alsof ik in kettingen zit. Ja, dat is zo hoort dan. Ik vind het prachtig, man. Niet meer fijn. Maar hoe uniek kan je dit aanduiden dat dit is? Je moet het zo zien, er zijn per jaar ongeveer 20 mensen die dit gaan. Wereldwijd? Ja. Er bestaat geen betere two-seater comparing Formule 1 dan deze. Ja. Die andere, het zijn allemaal oude gebakjes. This is the real thing, man. Dit is echt serieus. Dit is super. Hoppa! Ik ga hem nu starten. Mocht u alles willen zien wat hier op het rechterstuk met name gaat gebeuren, wil ik u vragen, zoek een lekker plekje of ergens op de tribune met zicht op het rechterstuk. En wat precies dat gaan we allemaal meemaken, maar zoals altijd, dansen met de auto. Als je wil, ga gelijk door naar het volgende. Ja. Ik moet nog helemaal bijkomen. Ik ben helemaal te shaken op. Een van de vetste dingen wat ik ooit gedaan heb in de autosport. Kan niet anders. Maar we gaan nu... We gaan nu met de dakkerauto. Donuts, racen, weet ik het allemaal. Yep. Dus we gaan naar het volgende spektakel. Zo. Je snoept vette dingen. Hoi. Ik ben helemaal gesloopt van het anderhalf rondje wat het ook was. Wat een indruk. Hoi. Jongens, er gaat ook nog iets gebeuren met een helikopter en met een stuntvliegtuig. Nou, gestunt wordt er zeker vandaag. Ik weet niet wat ik heb meegemaakt net. Ja. Zo anders, lijkt of je op rails rijdt of zo. Maar kan je dat ook stuntvliegen of kan je dat niet? Nee, ja, jawel, ik heb in dat ding gezeten. Ja, echt? Blijf alsjeblieft hier staan voordat iedereen naar beneden rent. Oké, ja, ja, is goed. Laten we hier wel instappen. Ja, is goed, man. Ah, okay. Dakar, Rocky. Je gaat met de zoomlens? Ja, ik denk het wel. Heel goed. Hey, er komt ook een vliegtuig langs, dus die moet je ook even filmen. Ja, dat komt zo meteen. Dus een stuntvlieger, die verder is echt geflipt, maar dat ga je meemaken. En als je het over stunten hebt, hij is een stuntman. Ben benieuwd. Maar waar ga jij afvinken dan, die banden? Op het circuit. Op het circuit gewoon. Gewoon op de baan. Oh, maar dan kan ik helemaal niet filmen. Wat gaat het hier gebeuren? Ik weet niet waar het gaat gebeuren, maar ik film sowieso met deze. Ja, oké. We kijken wel even, maat. Ja. Hou het in de gaten. Fuck, ik ben de bak, jongen. In de desert. Dit is ook echt waar ze de Dakar mee hebben gereden, volgens mij, joh.
Dit is de echte, toch? De one and only. De one and only. Met hoeveel pk gaan we die bak oproken dan? Deze heeft maar 440 pk. Maar 440? Ja, die motor kan 1200, rij je maar met 4,5. 4,5, oké. Ik ben doof gek! Holy shit! Zo, ik heb natuurlijk in één keer bij jullie in de werkplaats. Ja. Heb ik de hele auto bekeken, is het helemaal uitgelegd. En nu ga ik erin meerijden. Dat is wel echt vet, man. Ja. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Een beetje strak of niet? Hij zit goed strak, ja. Strak genoeg. Oké, dank je. Ik voel me vereerd. Maar ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Kunnen jullie die vlog nog even checken waarin alles heel duidelijk wordt uitgelegd? Want dan is het wel waard. Ja. Wat een herrie overal. Hier komen we voor. Gaaf hoor. Zijn dit ook dan de camera's? Die zaten er de vorige keer niet in, geloof ik. Die ze gebruiken voor tv en zo. Ja. En Alvin ook. Hij filmt altijd. Ik zie hem meer dan mijn eigen vrouw. Ja. Is soms goed. Dus jij bent niet goed met zijn vrouw, laat het zo zeggen. Ik doe ook soms niks. Ja, dat is beter. Ja, is dit wel een airbag dan? Nee. Waarom is zo'n ding? Gewoon een kussen. Gewoon een kussen? Ja. Gewoon een kussen. Gewoon een kussen. Maar hij heeft geen functie? Nou ja, voor als je het haalt denk ik. Ik heb het nog niet gehaald. Nee, dat is gelukkig. Jongens, er gaat dus een vliegtuig op de landingsbaan. Of nee, geen landingsbaan, op de circuit gebruiken als landingsbaan. En dan rijden wij achteraan. What the fuck? Achterblijven.
show, mannen. Moet ook gebeuren. Dit is zo raar, want je hebt hele losse vering. Dus die auto die gaat echt alsof je op een soort kussen zit heen en weer. Het is zo gek. En die verbrandt rubberlucht. Ik ben helemaal gek, jongen. Oh mijn god, wat een dag dit. Had ik zo niet verwacht toen ik hierheen ging. What the fuck? Hey, schatje. Papa hoor je. Zijn zoontje. Zo. Ja. Dank u. Maar dat was echt krank, joh, maar what the fuck? Ik heb nog nooit. Het is zo raar, die losse veringen, weet je wel. Ja. Ik denk, joh, die gaat opkieperen en dan trekt hij weer recht. Lijkt dat hij op het ijs rijdt. Vind ik fantastisch. Heb je die banden gezien? Welke banden? Dit. Zo was die. En zo ziet hij er nu uit. Kijk hoor. Zo was die. Ja, close-upie. Zo zien ze eruit nu. Zag er heel dik uit. Maar ik zat, hij draaide denk ik een miljoen rondjes. Ja. Daar zo. Ik zat helemaal schil te kijken. Fucking dik, man. Alleen maar te lachen. Ja. Meer kan ik niet zeggen. Fucking leuk. Ik word geen moment met rust gelaten hier, hoor. Ik moet alweer het volgende gaan doen. Ja. Wat heb jij mee, Joël? Jij kan relaxen of niet? Een stout of een... Is met alcohol braaf. Of niet? Ja, met of zonder. Jij mag kiezen. Of zo'n stoutblikje. Lekker. Welke stout, hè? Ja, doe maar. Of deze? Ja. Stout. Ik hoef pas... eentje kan wel, want ik hoef pas een paar uur pas te rijden. Nee, die gaat met een uur eruit. Met een uur eruit? Ja. Nou, oké. Okay. Kan wel. Kijk eens even. Nou, proost dan, hè. Salut. Salut. Heel goed. Ziet er wel tjatchy uit vandaag, hoor. Tjatchy Versace, hè? Okay. Kijk even, je hebt sowieso een hemdje eronder aan, of niet? Tuurlijk. Ja, tuurlijk, zegt hij. Als het goed is, om 13:40 misschien ietsje later van start. Ja. Je bent ervoor gekomen, hè? Ja, je bent ervoor gekomen, ja. Dit is een bucketlist dingetje. Een bucketlist dingetje. Kijk, eindelijk kun je met echte mannen erover meepraten. Is dat zo? Ja. Jij zit er minder dan net. Nou, dankjewel, hè. Je hoeft verder te leven. Je hebt het al gedaan. Ja, ik ga me morgen ophangen. Ja, niet de prominente plek boven aard in de woonkamer. Dat hoeft niet. Weet je wel, ik zou hem net gewoon eventjes in het kantoor of in de slaapkamer. Weet je, even die Pirelli-kalender aan de kant en dat dit ding ophangen. Weet je, zoiets mag ik wel. Nou, experience certificaat, dat is wel echt volledig waar inderdaad. Allebei in mijn... Dankjewel, hè. Allebei in mijn foto, met lens. Allebei in kijk. Oké, dankjewel. Ja, super. Ja, tuurlijk. Yes. Kijk, dit is het certificaat. De Okke mag even in Joël's wagen zitten. Hoe zit dat ook? Heel kut. Nee, zeker niet zacht. Als je je gordels vast zou doen, dan merk je dat je... Dan zit je gewoon helemaal vast, man. Je bent één met die auto. Nee, er zit alleen geen stoel in nu, nee. Kijk hem zitten, Okke, jongen. Als een soort pooier met die bril op. Je bent net een pooier zo, maat. In een gouden racewagen. Nee, ik ga weg, hoor. Waarheen dan? Ook in Amsterdam. Zo, gaan we nog even kijken gewoon langs het circuit. We reden een Audi RS3 en die heb ik op de crew. Dat spel, een race spel. Die heb jij op de crew? Ja, maar dan ook voor het circuit. Precies dezelfde. Hij heeft hem in het echt. Hij heeft hem in de god. Ik ook. Nee. Kijk dan, wat komt hier aan voor ding? Hey Dennis, zo'n ding wou jij toch bouwen? Zo'n soort auto. Ja, wij zijn de straat als je mag. Ja, maar dan was de straat legaal. Ja. Gaat dat nog door? Nog steeds wel ernstig aan het denken, ja. Dat is wel heel vet, hoor. Als het kan, maar kan dat? We zijn er niks aan, dus zijn straat legaal. We hebben echt gaaf bakken mee weer. Oké, jongens, de banden zijn eraf gehaald. We zijn weer terug in het hok. Zoals je ziet, hij is gelijk kaal geplukt. Want waarom weet ik niet, maar dat gaan we dus even vragen. Kijk, we willen wel weten waar ik in heb meegereden natuurlijk. Dus we krijgen even een uitleg hoe deze prachtige techniek nou eigenlijk echt werkt. Want dat is wel gewoon interessant om te weten natuurlijk. Dus hebben we de deur dicht voor
een beetje audioblokken. Weet je, het blokken van het geluid van al die wagens die voorbij komen. Dennis, even de deur dicht doen. Nou, dit is de spoiler. Daar beginnen we mee. Nou, dat vond ik een vervelende spoiler. Nu weet ik alles. Dit zijn de remschijven. Je rem je mee tegenwoordig. Dat is nieuw. Waar zijn de remblokken heen dan, Okke? Waar? Hier zo. Weet je het zeker? Nee, ik denk het. Dit zijn de twee zitten die we zelf gemaakt hebben. Ja. Er zit een zijtrekmotor in, meer dan 600 pk. 6 versnellingen. Ik denk toen jij meereed dat 260, 270 gaan. Ja, zo hard ja? Gaaf zeg. Ja, de auto weegt 600 kilo. Dus je hebt 1 op 1 is de verhouding? Ongeveer wel, ja. Oh mijn god, wat ziek! Ja, nee, 1 op 1. Ja. Hoe houden jullie mijn godsnaam zo schoon? Netjes bijhouden. Iedere keer poetsen van 0 naar 100, 2,5 seconden. Morgen. Oh. Zo. Heb je dat niet gevoeld? Ja, ja, tuurlijk wel, alleen om het zo te horen. Weet je, ik was helemaal overdonderd. Ik zat daar als een kind, ja, zo blij. Zo'n idee had ik al. Ik zei, daarom zei ik al tegen, ja, ik zei, dit is super uniek dat je hier al in kan zitten. Het is een heel lekker gevoel. Dat je dit mag ervaren. Die snelheid en zo, en die G-krachten en die vibratie en dat geluid, het hele. Alles maakt het zo perfect als je erin zit. Wat vond je van het remmen? Heel heftig. Heel heftig. Ja, ik kon er niks tegen doen. Wat ik ook deed, je kan je niet verzetten tegen het remmen. Dat kan niet. Ik vind het echt heel erg hard. Extreem hard. Maar is dit dan ook keramiek of wat is dit? Is het weer wat anders? Nee, je zit er gewoon op stalen remschijven. Stalen racerijremmen. Ja. Ja. En dat trekt nooit krom. Nee. Gewoon puur door het gewicht. Ja, het is gewoon heel hoge kwaliteit. En waarom worden dan bijvoorbeeld na het racen gelijk de banden eraf gehaald? Die worden gewoon meteen even gewassen en dan kan alles netjes afkoelen. Kan de warmte er een beetje uit. We halen ook meteen de motorkap eraf. Alle hitte eruit kan komen. Ja. Auto eigenlijk, als een auto stilstaat en hij is warm, dat is funest. Zolang je rijdt gaat het allemaal goed, heb je heel veel rijwind, heel veel koeling. Maar echt zodra je hem stilzet en de warmte komt eruit, dat is echt funest voor de auto. Dus hij kan echt niet stilstaan en te heet worden, dan gaat alles kapot. Hoe werkt deze luchtstroom? Want ik zit te kijken naar deze frontlip. En dan zie ik daar ook een soort koker waar lucht in gaat ofzo. Ja, dit is voor de remmen. Dit is de koeling voor die remmen. Die worden echt gewoon tijdens het remmen zelf wordt roodgloeiend. Ja. En dat moet weer gekoeld worden. Vandaar dat we daar die breakducts erop zitten. Daar komt de rijwind in. En dat koelt de remmen weer af op het rechte einde. Vet hoor. Ja. En gebeurt wel eens dat die ook wel eens ontbranden? Dat ze de fik in gaan of niet? Nee, hebben we eigenlijk gelukkig nog nooit gehad. Maar het zou kunnen? Het zou kunnen. Twee uur. Okay. Als we dit te veel afplakken, dan zou het in de fik kunnen. Zo'n tweezitter, is dat speciaal gebouwd voor de extra ervaring? Ja. Want daar wordt nooit mee gereced natuurlijk, toch? Nee, je wordt nooit mee gereced. Het is van origine wel een raceauto. We hebben het zelf ontworpen, hoe het chassis te verlengen. We hebben alles zelf uitgedacht door een speciaal bedrijf laten verlengen. En dit soort resultaten. Ja, dit is eigenlijk gewoon voor dit soort dagen mensen het de ervaring te geven. Wat gaaf. En hoeveel van deze exemplaren bestaan er dan? Twee maar. En ze staan allebei hier. En ze staan allebei hier. Twee in de wereld. Waar, nou, kijk, zo uniek is het dus. Ik dacht dat jij zei 20. Maar zijn er 20 mensen kunnen. 20 gaan. Mensen, oké. Okay. Wat is vandaag? Is dat een tier 1 event? Ja, dat blijft me ook. Vandaag is Iron Sky High. We hebben geen microfoon. Normaal meten ze maar met een microfoon hoe hard het geluid hier is. Vandaag is het eigenlijk vrij. Vandaag kun je inderdaad vol gas nemen. Ja, maar deze dingen maken zoveel herrie, die gaan door alle geluidsbarrières heen. Dat is echt, daar kan geen meter tegenop. Hey, ook zijn er maar twee van in de wereld, hè? Ja. En ze staan hier allebei. Ja. Er zijn meerdere tweezitters, maar dit komt wel echt het dichtstbij voor iedereen. Ja, want dit is echt top of the rock eigenlijk. Daar heb jij al ingezeten. Ja, super vet. Ja. Echt gaaf. Ja, ik ben jaloers. Maar er gaat best wel wat, denk ik, tijd in zitten qua hoe ontwerp je zoiets. Daar hebben we wel even wat uurtjes over. Ja, dat is wel uniek natuurlijk. Je moet alles, uniek, ja. Alles opnieuw bedenken. Want die hele chassis moet wel gewoon kloppen. Ook qua veiligheid, qua sterkte, aerodynamica. Echt gaaf. Hier is de auto 70 centimeter langer geworden. 70 centimeter langer. Tot hier was het een bestaande auto. Dit hebben we er eigenlijk bij geplakt. En dan komt weer de motor in de versnellingsbak. Wat sick. Hoe lang heeft dat geduurd? Helemaal van begin tot start? Ik denk... Maandje of 6. Oké. Okay. Oh, ik had langer verwacht. Dat was schappelijk nog. Ja. Nou, hebben jullie wel echt tempo erop gezet dan? Ja, dus je gaat eerst heel veel denkwerk inzetten. En als je dan een plan in je hoofd hebt, dan ga je het uitwerken. Ja. En dan kun je in één keer stappen maken. Goed gemanifesteerd hoor. Gaaf. Deze is dan van Tim Coronel. Nee, deze is de sponsor van MP Motorsport. Okay. En Tom die mag ermee rijden. Ook heb ook weer een mooie vraag. Die zit zo die hele auto te bekijken. En die zegt, heeft dit nut? En ik wijs naar dat hele kleine raampje. En dit raampje heeft dus echt nut tegen de wind. Hoe kan het dat dit alsnog nut heeft dan? Hoe is dat mogelijk?
Dus op de rijwind dat het wat meer omhoog gaat boven de coureur heen, dat het niet onder zijn helm komt. Anders gaat het echt gewoon zijn helm. Ja, dat heb ik net ervaren, dat die wind kwam onder mijn helm en ik dacht mijn kop eraf gerukt werd op een gegeven moment toen we heel hard gingen. Dat was echt een crazy experience. Ja, lekker koele man. Kijk dan, met een bladblazer, wat goed. Hey, als het werkt, dan werkt het, hè? Het zal sowieso wat nut hebben, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Anders doen ze het niet. Het ding is zo heet na een paar rondjes. Oh. Wat gebeurde daar? Gaat hij weer, hoor. Kijk, ze staan hier klaar met brandstof en een soort beschermdeken. En de auto's komen achter elkaar binnen en dan komen ze bij tanken. Let op. Wat is dat beschermdeken dan? Ja, volgens... 10 voor 3 worden we hier opgehaald. Oké, okay. Kijk, komt een auto binnen, let op. BMW. Kijk, dit is vet om te zien, hé. Plak als het lekt. Dan ja, als het lekt, ja, dat het is zo heet dat er geen fikje bij komt of zo. Gooi ze hem vol. Hij drinkt even snel wat binnen daarin. Iemand erbij met een brandblusser voor mocht er toch een fikje. Ja, benzine ontploft natuurlijk. Dat brandt niet langzaam, dat ontploft. Dat is echt super gevaarlijk dit eigenlijk ook. Maar het gaat ze prima af zo. Nou, en dan doen ze misschien nog een beetje bandenspanning. En schijnen zijn dus zo heet. Het kan gewoon ontbranden, ja. Gewoon ontbranden. Bandendruk. En dan mag hij weer door. Zo gepiept, zo gedaan. Volgende gekkigheid. Mee met de helikopter boven het circuit. Hier staat er één. Hier staat er één. En ik kan ook eindelijk ook even wat doen, want die staat alleen maar te wachten en te filmen. Hij vindt het wel heel leuk, maar... Dus dan wel even graag met mijn neefje. Hey Dennis, ga jij ook mee? Nee, die gaan allemaal voor mij uit, hè. Oh, oké. Okay. Ja. Heb je er een beetje zin in, maat? Ja, man. Je kijkt er al de hele tijd naar uit, hè? Ja, man. Hier gaan we in. Hoe fucking dik is dit? Een vette plek om naar te kijken, want om een circuit zo te zien vanaf boven, dat is wel echt teringdik, hoor. Dit is niet normaal, man. Ik ben helemaal soort helemaal een beetje baby gewoon. Maat, we doen vandaag 3 activiteiten die je normaal per keer doet, als je al geluk hebt. Per 1 keer, snap je wat ik bedoel? Echt, ja. Ik weet het niet, I'm bamboozled, man. Wow! Zo, en we gaan weer. Kijk, Joël, die is er nog. Die blijft nog even hangen, maar wij gaan. Het is druk, het was leuk en helemaal goud. Ik hoef denk ik niet aan jullie te vertellen hoe vet deze dag was. En ik wil even een speciaal bedankje doen naar de organisatie. Dankjewel, want die hebben ons supergoed begeleid, geholpen, vriendelijke mensen. Alles geregeld, ook met de planning wat we allemaal konden doen. En fantastisch. Plus jongens, het eerste leven in de moestuin komt erboven. Het is natuurlijk pas een paar dagen geleden.
Maar kijk eens wat er als eerst naar boven komt. De radijs. De hele regel komt dan naar boven. En jongens, een speciaal bedankje naar Dennis, want via hem is het allemaal gegaan. Die heeft het allemaal geregeld, dus fantastisch. Oké, dames en heren, dit was dan. Dit was denk ik de gekste circuitvlog die ik ooit gemaakt heb. Dat kan niet anders. Het zijn er wat, maar dit moet wel de gekste ooit zijn. Wat een gekke huis was het. Het was fantastisch. Ik hoop dat jullie meegenoten hebben en dat jullie er morgen weer bij zijn om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Laat toppers.